Ik denk dat over het algemeen iedereen zich laat meeslepen door de omstandigheden. En dan worden we die ook. Dus dan verwoorden we een ontslag of dan verwoorden we geluk. Terwijl ik denk dat in ons een kern zit die los daarvan staat. En die maakt dat die uiterlijke omstandigheden slechts een decor zijn. Dus je hebt een ziek lichaam, maar je bent het niet? Nee. Maar en is die kern dan een unieke Laura-heid? Of is dat juist een kern die we allemaal delen? Ik denk wel dat die kern uniek is, maar wel dat die voor iedereen als stabiele kwaliteit heeft, dat het daar liefdevol is en vredig. Heb je daar wel eens een ervaring van gehad, dat je dat zo weet? Ik merk heel erg dat op momenten dat ik echt tot mezelf kom, en dat doe ik dan vaak met klassieke muziek of een wandeling door het bos, dan ook echt alleen, dat dan die mystieke ervaring er is dat het helemaal, dat de tijd verdwijnt. Dat is een aanraking met tijdloosheid en ik denk met het pure leven.